Welkom bij aflevering 32 van VrijMiBeurs, de wekelijkse serie waarin ik belangrijk financieel en economisch nieuws bespreek. En in deze aflevering wil ik gaan kijken naar het nieuws rondom de uitspraken van de FED gisteren en de beurzen die daarop weer flink in het rood gingen, de kwartaalcijfers van Tesla, maar ook zeker de kwartaalcijfers van Netflix. Weer genoeg te bespreken dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van VrijMiBeurs. Het was dus weer een week waarin behoorlijk wat kwartaalcijfers bekend werden gemaakt. Dat is vorige week begonnen, dat gaat deze week zo door en zeker volgende week komen er weer veel grote Amerikaanse bedrijven met hun cijfers. En als we dan gaan kijken naar de kwartaalcijfers van afgelopen week, dan zagen we dat aandelen soms hard werden afgestraft. Zoals bij Netflix bijvoorbeeld, of soms juist heel erg werden beloond, zoals we bij Tesla hebben gezien. En soms was het ook gewoon de FED die zorgde dat de hele beurs in het rood schoot. Dus laten we daarmee beginnen, want de afgelopen maanden is er veel te doen rondom de stijgende rente, rondom de inflatie. En juist door de stijgende inflatie moet de FED nu dus ook zijn rentes gaan verhogen. En hoewel we het allemaal al lang weten, is het toch eigenlijk weer om de andere week dat er paniek is op de beurs. En dat zagen we dus ook zeker gisteren. Gisteren heeft Jerome Powell van de FED namelijk nogmaals benadrukt hoe noodzakelijk het is om de inflatie tegen te gaan. En dat een verhoging van de rente van 50 basispunten nu ook op tafel ligt voor de komende maand. Nou, ik dacht dat beleggers hier al lang rekening mee hielden, omdat we allemaal weten dat de rente dit jaar vaker verhoogd zal worden en ook af en toe heel snel verhoogd zal gaan worden. Maar blijkbaar komt het toch altijd weer als een schok op het moment dat Jerome Powell het toch daadwerkelijk zelf zegt. En hoewel het dus nog niet officieel bevestigd is, het is immers nog steeds een mogelijkheid die op tafel ligt, wordt het dus wel heel slecht ontvangen door beleggers. Want zoals we weten, hogere rentes zijn slecht voor aandelen. Zo zijn niet alleen de winsten in de toekomst minder waard, maar is het ook zo dat het interessanter wordt om in obligaties te beleggen. Je kunt je geld maar één keer uitgeven, dus als je obligaties koopt, kun je datzelfde geld niet in aandelen steken. En er zitten nog heel wat verhogingen aan te komen dit jaar. En hoeveel precies en met hoeveel basispunten de rente zal stijgen iedere keer, ja, dat weten we nog niet. Dus houd er ook zeker rekening mee dat we nog af en toe vaker van dit soort schrikreacties zullen gaan zien op de beurs. Is dat erg? Niet per se, en zeker als je voor de lange termijn belegt is dat niet erg. Maar het is wel belangrijk om te begrijpen waarom dit gebeurt op sommige momenten. Gaan we dan door naar het volgende onderwerp. En ik denk wel dat dit het belangrijkste nieuws of het meest besproken nieuws is geweest van de afgelopen week. En dat was natuurlijk de enorme koersdaling van Netflix. Dinsdagavond kwam het bedrijf met kwartaalcijfers, waarna het aandeel woensdag uiteindelijk 35% lager sloot. En ook gisteren nog eens een keer 3,5% in de min ging. En het kwam niet zozeer door de cijfers van het bedrijf zelf. Die waren namelijk beter dan wat analisten hadden gedacht. De omzet kwam uit op 7,8 miljard, wat bijna 10% hoger ligt dan een jaar eerder. De winst kwam uit op ongeveer 1,6 miljard. En dat is dan wel zo'n 100 miljoen lager dan een jaar eerder. En het totaal aantal abonnees kwam uit op 221,6 miljoen. Maar waardoor het aandeel met meer dan een derde daalde, dat had te maken met de outlook van het bedrijf, oftewel hun vooruitblik vanuit het bedrijf zelf dus naar de komende kwartalen. Kijken we naar het aantal abonnees, dan is dat het afgelopen kwartaal gedaald met 200.000, terwijl ze eerder nog uitgingen van een toename van 2 miljoen. De daling is dan eigenlijk vooral te wijten aan het feit dat Netflix de dienst heeft stopgezet in Rusland in verband met sancties. Maar daardoor zag het bedrijf dus wel 700.000 Russische klanten weggaan of in ieder geval afgesloten worden. Die betalen dus ook niet meer en zijn dus ook geen klant meer. Maar ook voor het komende kwartaal is het bedrijf zelf niet heel positief. We zien dan weliswaar een stijging van 5% van het aantal abonnees op jaarbasis. Maar dat is nog altijd 2 miljoen abonnees minder dan het afgelopen of dit kwartaal zeg maar. En dit is dus die reden van de daling. Beleggers kijken namelijk richting de toekomst, naar de toekomst van het bedrijf. En als het bedrijf zelf al zo negatief is, dan zijn beleggers dat vaak helemaal. En de omzet mag dan misschien nog wel stijgen het komende kwartaal. Het aantal abonnees neemt af. Daarmee lijkt in ieder geval voor nu het groeiverhaal tijdelijk te zijn gestopt. En als het zo doorzet, zullen later ook de omzet en de winst in de toekomst verder afnemen. Zelf kwam Netflix met verschillende redenen voor deze daling. Ten eerste, zoals gezegd, de oorlog in Oekraïne en dus het afsluiten van Russische accounts. Daarnaast zagen ze dat wel 222 miljoen huishoudens een account hebben, maar dat zij deze ook delen met naar schatting zo'n 100 miljoen andere huishoudens. Oftewel, door het delen van accounts lopen ze omzet en dus winst mis. En natuurlijk hebben ze steeds meer last van de concurrentie, zoals Disney, HBO, Amazon, maar ook heel veel andere streamingdiensten die er zijn. En tenslotte zien ze ook dat mensen natuurlijk na deze coronaperiode, die nu weer bijna voorbij is in heel veel landen, mensen dus meer opties hebben om hun tijd en hun geld te besteden en dat dat dus minder richting Netflix gaat. We zagen ook dat ze van plan zijn om andere abonnementsmodellen aan te gaan bieden, zoals voor een lager bedrag toegang tot Netflix, maar dat je dan ook advertenties erbij krijgt. En ik ben dan vooral benieuwd of mensen daarvoor zullen gaan kiezen en of het uiteindelijk ook Netflix zal gaan helpen. Maar hoe denk jij hierover? Is de koersreactie terecht of was deze overdreven? En gaat een goedkoper abonnement met advertenties Netflix uit het dal halen? Laat het weten via een reactie onder de video. En wil je aandelen ontdekken, analyseren en waarderen? Kijk dan eens op Beleggertools.nl. Op deze website heb je toegang tot verschillende tools die jou als belegger zijnde helpen om betere beslissingen te maken, zodat je je rendement kunt verbeteren en dus meer vermogen kunt opbouwen in de toekomst. En vanaf volgende week wordt ook de analistendata toegevoegd, zodat je kunt zien hoe analisten denken over jouw favoriete aandeel. Ga naar Beleggertools.nl om gratis een account te openen. En dan komen we aan bij het laatste onderdeel, het laatste onderwerp van deze aflevering. En dat zijn de kwartaalcijfers van Tesla. En in tegenstelling tot Netflix zagen we bij Tesla juist dat de kwartaalcijfers positief ontvangen werden. Een dag later opende het aandeel 10% in de plus. Het sloot uiteindelijk op zo'n 3,2% in de plus. Maar dat was juist omdat door de uitspraken van Jerome Powell van de FED, zoals we eerder besproken hebben, eigenlijk de hele beurs in het rood getrokken werd. Wat was er dan zo goed aan die cijfers van Tesla dat het aandeel met 10% in de plus opende? Ten eerste natuurlijk het aantal leveringen, dat afgelopen kwartaal dus wederom een record was. Nou, dat wisten we al, want dat hadden ze al eerder bekendgemaakt. Maar we zagen nu ook dat Tesla goed om weet te gaan met de huidige marktomstandigheden, want waar veel bedrijven te maken hebben met problemen in de toelevering van grondstoffen of computerchips, en als die eventueel dus al aankomen bij het bedrijf, is dat vaak ook tegen hogere kosten. En die kosten moet je dan nog maar kunnen doorberekenen aan jouw klant. Nou, dat is in ieder geval iets wat Tesla zeker is gelukt. We zagen al dat de auto's de afgelopen maanden een paar keer met duizenden dollars per stuk duurder zijn geworden. En nu zien we dus ook in de cijfers dat de marge van Tesla uiteindelijk uitkwam op 19,2%. Dat is heel goed en dat is zeker heel erg goed in de huidige marktomstandigheden. Het geeft vooral aan dat er voldoende vraag is naar hun producten en dat er zelfs zoveel vraag is dat ze hun prijzen kunnen verhogen, waardoor ze niet alleen hun marges weten vast te houden, maar waardoor ze zelfs in staat zijn om hun marges te verbeteren. Kijken we naar de cijfers, nou dan zien we de omzet stijgen naar 18,7 miljard afgelopen kwartaal. Dat is een toename van 81% vergeleken met vorig jaar. Kijken we naar de omzet uit auto's, dat is het grootste gedeelte, namelijk zo'n 16,8 miljard. En dat is een toename van 87%. En wat ook opvalt is dat de uitstootrechten afgelopen kwartaal ook meer op hebben gebracht, terwijl het heel vaak de laatste tijd zagen dat ze steeds minder geld daarmee binnenkregen. En we zien dan uiteindelijk ook dat de marge voor de auto's zelf voor dat onderdeel uitkomt op 32,9%. Kijken we naar de operating margin, dan kwam die zoals gezegd uit op 19,2%. Dat is stukken beter dan een jaar geleden toen het nog 5,7% was. Maar ook een flinke verbetering met de vorige twee kwartalen toen de marge nog 14,6% en 14,7% was. De reden hiervan is natuurlijk dat Tesla de productieaantallen weet op te voeren. De kosten van hun fabrieken zijn gemaakt. Ook de twee nieuwe fabrieken in Berlijn en in Austin, Texas zijn inmiddels klaar. Met de huidige aantallen auto's die ze maken, kunnen ze de kosten dus over meer auto's verdelen. En gesproken over de nieuwe fabrieken, we zien ook dat Tesla $17,5 miljard in cash heeft. Dat is bijna een half miljard meer dan vorig jaar. En dat is terwijl ze ondertussen veel hebben geïnvesteerd in twee nieuwe fabrieken. Op pagina 8 zien we dan ook nog twee grafieken die erg interessant zijn. Ten eerste zien we een grafiek van het aantal bestellingen per dag. En daarbij zien we juist een piek op de dag na de Super Bowl. Dat is opvallend omdat veel autofabrikanten heel veel geld uitgeven aan advertenties, zeker ook rondom de Super Bowl. Maar juist Tesla een bedrijf is wat bekend staat dat ze geen enkele dollar uitgeven aan advertenties, maar toch zeker weten te profiteren de dag na Super Bowl. Maar wat we ook nog onderaan die pagina zien is een overzicht van de marges die autofabrikanten maken. En daarbij zien we dat tot 2020 Tesla de laagste marges had en zelfs toen nog ook negatieve marges had. Maar dat het nu juist Tesla is die de beste marges heeft met 19%, waarbij de andere autofabrikanten zo tussen de 2% en 12% marge zitten. Maar waarom worden deze cijfers van Tesla dan zo goed ontvangen en die van Netflix juist zo slecht? Dat had vooral met de verwachtingen en de vooruitblik te maken. Netflix had een goede omzet en een goede winst, maar een enorm slechte outlook. Tesla had en een goede omzet, een hele goede winst, maar ook een hele goede outlook. En hun outlook is eigenlijk een beetje hetzelfde als die ook afgelopen kwartalen is geweest. De verwachting is dat ze gemiddeld 50% omzetgroei per jaar gaan halen voor de komende jaren. Dus dat is heel betrouwbaar voor beleggers. Dat geeft geen schokreactie, geen verrassingen. Daarom werden denk ik deze cijfers zo goed ontvangen. Dus in een tijd na corona, waarin veel mensen meer mogelijkheden hebben om hun tijd en hun geld te besteden, lijkt het erop alsof ze dat wel willen besteden aan een Tesla, maar niet aan een Netflix-abonnement. Zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video, van deze aflevering? Vergeet je vooral niet te abonneren om niets meer te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken of voor het luisteren en wens ik jou een heel fijn weekend.